Ik hou van het strand, ik hou van de zee en zodoende ben ik vrijwilliger geworden bij de EHBZ. Jaarlijks worden er ruim 500 zeehonden door Zeehondencentrum Pieterburen geholpen en weer uitgezet. Niet alleen op de Waddenzee, maar ook langs de Noordkust. Daar staat Kees Kooijmans al 25 jaar klaar voor de dieren. Als hij te hulp moet schieten, moet dat snel gebeuren. Sinds kort doet hij dat in zijn nieuwe werkmaatje, de Toyota Hilux. Kees kan ons haarfijn uitleggen waarom hij dit vrijwilligerswerk al jaren doet. Buiten, strand, heerlijk. Je hebt de duin achter je, je hebt het strand. En je komt uit je werk vandaan, dan moet je toch een beetje ontspanning hebben. Dan is het leuk dat je naar het strand toe kan. En dat je de beesten kan helpen die aangespoeld zijn. En voor de verzorging eventueel te sturen naar het zeehondencentrum in Pieterburen. En het geeft heel veel voldoening, zeker als je een zeehond opgevangen hebt. En tot je ook later weer meegaat om hem vrij te laten. Daar doe je het allemaal voor. Van zeehondencentrum Pieterburen mocht Kees zelf zijn nieuwe werkmaatje kiezen. Lang twijfelde hij niet. Het werd de Toyota Hilux. Voor ons werk als vrijwilliger is het altijd zeer belangrijk dat je een goed vervoermiddel hebt. Voor op strand te rijden, omdat we 24 uur per dag, 7 dagen in de week ervoor klaarstaan. Ja, het rijdt gewoon goed. Het is een ontzettend goede 4x4. Je hebt hoge en lage gearing, dus je kan overal precies komen waar je wezen moet. De auto kan het heel goed aan, zowel met hoogwater als laagwater. En dan is het toch altijd wel fijn dat je een betrouwbaar middel hebt. We observeren altijd zowel de duinkant als het strandkant, want de zeehonden kunnen zowel hoog als laag liggen. We nemen zowel levende als dode beesten mee. En de levende beesten die gaan altijd op transport richting Pieterburen naar het zeehondencentrum. We staan er altijd 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor klaar. Rechtstreeks uit de showroom komt deze Toyota Hilux niet. Voordat de auto ingezet kon worden, moest er nog het een en ander worden aangepast. Wat wij heel belangrijk vonden voor de aanpassingen, zijn die sidebars die erop zitten. Dat is daar altijd dat de bescherming is van de onderkant van je auto, de verlichting en de container die achterop staat. Dat is extra en daar zijn we heel erg blij mee dat we daar ook de beesten mee kunnen vervoeren. Het licht is belangrijk omdat wij niet alleen nog overdag rijden, maar ook 's avonds en in het donker. En ook in de winterdagen dat we over strand rijden als we een melding krijgen. En daarom is goed licht zeker een goede aanpassing op de auto. Hij brengt ons overal waar we wezen moeten. Een betere keuze hadden we niet kunnen maken.